maart jongstleden stuurde ik namens de politieke beweging Wil Nu een brandmail richting het college van burgemeester en wethouders plus de gemeenteraad in zaken de problematiek rond de vrijwilligersorganisatie ASEDACA. In duidelijke bewoordingen maakte ik duidelijk dat de handelswijze binnen de gemeente ten opzichte van ASEDACA onacceptabel is. Wanneer wij het zouden hebben over een willekeurige stichting, zou je er nog begrip voor kunnen hebben. Echter, met een bestaan van meer dan 25 jaar heeft men zich meer als bewezen. Hun voorzitter Ahmed El-Mesri zou als ridder behandeld moeten worden, maar wordt in feite afgeserveerd. Het lijkt dat hij eerder serieus wordt genomen, uitmondend in eens de Amsterdammer van het jaar. Maar nu krijgt hij langzaam een dolksteek in de rug. Ik ben ook verbijsterd zoals zowel college als de raad hiermee omgaan. Er wordt vanuit een ivoren toren geopereerd en het makkelijker is de verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen. Op mijn mail reageerde niemand vanuit de raad, zo ook directe brieven aan het college worden niet beantwoord. Hieruit blijkt dat wij in Amsterdam ook niet te maken hebben met echte volkvertegenwoordigers. Te veel wordt het overgelaten aan ambtenaren die goed zijn verantwoordelijkheden door te schuiven van het kastje naar de muur. Op 31 mei jongstleden ontving ik het weinigzeggende antwoord van mevrouw Rosa van den Ham, waaruit bleek dat er gesprekken zouden worden gevoerd. Bij navraag bleek dit alleen te gaan om de avonduren. Alleen ruimte in de sporthal zou kunnen worden aangeboden. Niet geschikt voor de doelgroep waar ASEDACA zich op richt. Ook werd verwezen naar de brief op 26 april jongstleden, gestuurd aan ASEDACA door de afdeling diversiteit, waar duidelijk werd gemaakt dat men geen subsidieband heeft en dat men daardoor niets kan betekenen rond het meldpunt deradicalisering. ASEDACA staat met rug tegen de muur. Ik vind het een schande dat een man als Ahmed El-Mesri, die het in goud zou moeten gieten, nu vanuit zijn scootmobiel mensen aan het helpen is, zoals ik hem een paar weken geleden heb mogen meemaken. In de avontuur is het redelijk geregeld in het vriendschaphuis aan de Palembangstraat 52. Verder is men daar niet welkom. Dit gebouw staat grotendeels leeg overdag. Alleen een enkele medewerker binnen het UWV blijkt daar zo nu en dan te vergaderen. Verder staat het leeg. Aangezien ASEDACA daar de boel schoonhoudt, valt dit eenvoudig te controleren. In deze doe ik dan ook een dringend verzoek aan uw commissie te stoppen met wegkijken, uw verantwoordelijkheid te nemen en een uiterste inspanning te doen, zorg te dragen dat ASEDACA haar werk optimaal kan doen. In deze tijd, met nodige dreiging vanuit de radicalisering, heb je een organisatie als ASEDACA meer als nodig. En moet je het niet laten afhangen van goed bedoelde ambtenaren die niet binnen diverse culturen opereren. Wij zullen onze uiterste best doen het gedachtegoed van ASEDACA ook buiten Amsterdam te verspreiden. Niet voor niets zien wij Ahmed El-Mesri als een van onze adviseurs, nu u nog. Wanneer wij in 2018 hopelijk onze intrede doen in uw gemeenteraad en volgend jaar maart in de Tweede Kamer, zullen wij anders omgaan met geluiden vanuit de samenleving. Wat helaas binnen dit dossier tot nu toe niet gebeurt. Wilt u meer weten wie wij zijn? Kijk op www.wilnu.nu en mijn boek De Puinhopen van de Nederlandse Politiek, wat op 17 juni uitkomt, zal ook duidelijkheid verschaffen. Dank voor uw aandacht. Meneer Gelder, dank voor uw inspraak. Ik zie een vraag van mevrouw Mormon. Mevrouw Mormon Guiven. Ja, weer een politiek boek met het woord puinhopen erin. Ik kijk er naar uit. Maar u zegt dat ik vind dat wij als volksvertegenwoordigende rol hier niet goed in oppakken. En omdat wij niet hebben geantwoord op een mail van u. Maar ik kan mij helemaal geen mail van u herinneren. Dus kunt u aangeven. Ja, hij is in de gemeenteraad. Is hier. Als u een beetje, nou laat ik maar een beetje hard zeggen, een beetje bal hebt. En u denkt van, god, wat is dat? Dan gaat u daar wat aan doen. Dat vond ik zelf iets verder gaan dan ik graag zie gebeuren in mijn commissiezaal, meneer Gelder. Oké. Okay. Volgende keer is het ook de uwe, na 18 maart 2018, maar tot die tijd namens de commissie nog even die van mij. Naar het begrijp is er een raadsadres gestuurd. Ja. En om enig misverstand even formeel uit de weg te helpen. Raadsadressen volgen een formele behandeltermijn. En de reden dat u dus ook nog geen antwoord heeft gekregen is omdat de raad, niet individuele raadsfracties, de raad als orgaan, het aan de raad gezonde raadsadres ter beantwoording, zoals wij dat altijd doen met raadsadressen, in handen heeft gesteld van het college. Die zijn nu bezig met beantwoording en dan krijgt u namens de voltallige gemeenteraad een antwoord waarvan de commissie kan kiezen om dat hier ook gewoon weer te gaan. Dat antwoord heb ik inmiddels ook gekregen. Dat heeft u al gehad. Ja. Maar dan heeft u toch namens ons ook antwoord gehad? Of begrijp ik u dan verkeerd? Ja, maar dan heeft dat u ook een weinigzeggend antwoord. Waar dus eigenlijk
geen hulp, niets. En als ik gewoon heel, heel eerlijk, en dat is ook de bestuurscultuur die wij voorstaan, is een ander dan wat in de meeste gemeentes gebeurt, waarin in feite het bestuur zou moeten besturen, college, gemeenteraad controleren, en de ambtenaren zouden veel meer moeten uitvoeren. Maar je maakt het in alle gemeenten mee, uitzondering daar gelaten. We hebben inmiddels kennis van heel veel gemeentes, waarin gewoon gemeenteraden, als ze iets zien, dan gaan ze zelf kijken en desnoods contact opnemen met het college om hun mening te verkondigen. Dank u, meneer Gelder. Het stuk even voor de raadsleden is inmiddels aangeleverd door het college en zit bij de tekennisnamestukken voor de volgende commissie. Aan de hand van uw inspraak kunnen commissieleden ervoor kiezen om het al dan niet te piepen. Dat betekent dat het hier weer ter behandeling op de agenda komt. Dank u voor uw inspraak. We gaan door naar de volgende inspraak. Voorzitter, ik heb al steeds mijn vinger opgestoken. Ik heb nog even een vraag aan u. Ja, ga u van. U zegt dat de volksvertegenwoordigers u niet kennen. Maar ik ben een paar keer bij u geweest en ik weet exact wat u allemaal doet. En mijn vraag is, u heeft toen de tijd geld gekregen van de deelraad. Ik heb geen geld. Ja, nou, in ieder geval is toen de wethouder ook nog geweest en die heeft subsidie die u kreeg. Amsterdaka kreeg toen subsidie. Kijk. Ja, ik ben geen Amsterdaka. Oh, nou, maar die, zit dus, die heeft dus subsidie gekregen. Dus wat u dus nu eigenlijk allemaal aandraagt, zou ik zeggen, moet u bij, bij de bestuurscommissie zijn. Waar het hele geval zich ophoudt. Ik weet dat u daar weg moet. Ik weet ook dat er een andere rol uit. Mevrouw van Soest, ik laat u net een blaadje rondgaan over het voorkomen van een extra commissievergadering. Uw vraag aan de heer Gelder, alsjeblieft. Mijn vraag is of ze in ieder geval contact hebben gezocht met de bestuurscommissie. Heldere vraag. Meneer Gelder, heeft u contact gezocht met de bestuurscommissie? Dat heeft u. Dank u wel. We gaan door naar de volgende inspreker. En dat is de heer El Mesri zelf. Als u, meneer Gelder, even de stoel mag, de inspreker, aan te wijden. Ik denk u daarnaast ook.